Zo kwalificeert Lommel zich en mag het tegen AA Gent. Dit zijn de elf van Vincent Euvraar. Een opvallend offensieve opstelling vind ik met Glenn Klaas. Kijk eens, Nangis is snel. Een Zouzi. Even sneller dan de bal. Een Zouzi trappen, hard. En in het midden van het doel getrapt. Doorkoppen van Togi is goed voor Klaas. Die kan zich een eerste keer uitleven. Klaas met de voorzet. En dan moet een Zouzi altijd scoren. Wat een kans voor een Zouzi. Klaas met een hele goede voorzet. Nog verlengd door Kevin Kies. Dit is slordig van Dante. Geeft het zomaar weg aan Verschuren. Die heeft twee opties. Kiest voor de rechterkant Boussouf. Maar de redding van De Fourny. Het is Theo De Fourny die RBDM recht houdt na Dante. Boussouf alleen voor de doelman, maar die redt het. Het zit goed in evenwicht. Een Zouzi aan de overkant. Een Zouzi op weg naar de 0-1, maar hij trapt de bal gewoon over. Een Zouzi. Ruissen. Verschuren, goede bal voor Sales. De Fourny uit doel. Sales met de goal. Hij maakt er 1-0 van. Sales, de debutant. En het is raak. Heel snel. Even kijken. En dan mooi over de Fourny. In de laatste minuut van de eerste helft staat het. De eerste hoekschop in de tweede helft is voor Molenbeek. Glenn Klaas. Outswing heeft de kopbal en hij gaat binnen. Togi. Ja, we zeiden het al in de eerste helft. Hij won alle luchtduels. En hier kopt hij hem dan ook makkelijk binnen. Klaas met de corner. En Togi schitterend de lucht in. Dus naar achteren. Liber met het overzicht. Klaas raakte die bal niet goed met het hoofd. Sprintduel. Sales en Dante. Sales wint het duel. Sales oog en oog met De Fourny. En hij maakt zijn tweede. De tweede voor Sales. Ja, rap gelopen Dante. En hij zit zakkeren. Hier nog eens kijken. Het is De Fourny die geel krijgt. Hier Dante wil de bal terugspelen. En trapt in de grond. Sales blijft goed kalm. Neemt de bal goed mee. En legt hem dan prima. Nangis is snel met de bal aan de voet. Nangis zwermend. En dan de fout van Verschuren. Snel genomen. Die vrij trap door Rommens. Naar een Zouzi. De voorzet. En dan kopt hij de bal erin. Togi. Ook hij scoort zijn tweede van de avond. Tweede kopbaldoelpunt van William Togi. Snel genomen vrije trap. En Lommel compleet verrast. Snel genomen vrije trap. Hier de overtreding op Nangis. Rommens die geen seconde te verliezen heeft. Een Zouzi die voorzet. En Togi aan de tweede paal. Stand is 2-2. Gescoord werd er door nummer 9. Ja, hij wint elk luchtduel vanavond. En scoort ook. Daar is Saito. Saito alleen in de 16. Kappen met Dante voor zich. Saito gaat uithalen tegen de paal. Wat een kans voor Saito. Bij Dante. En dan knallen met links. Ja, dat verandert het plan van Euvraar natuurlijk. Die goal. Hier Saito. Saito draaien. Nee, hij krijgt hem er niet in. Maar wat dan? Kevin Nzuzi. Rommens, die kan trappen. Rommens, laag. En Wadi moet scoren. Nee. De redding van Fier Marin.
is een Zuzi voor Rommens. Die heeft een uitstekende schot natuurlijk. Erwadi is goed gevolgd, maar krijgt de bal niet voorbij Fiermarin. Wat een kans nog voor RWDM. Corner. Rommens en de kopbal gaat erin. Ruissen. Derde kopbaldoelpunt voor RWDM in de wedstrijd. De derde is voor Gilles Ruissen. En zo staat de 2-3. Hier nog eens Rommens met een strakke corner. En Ruissen die binnenkopt. Met Elouadi voor zich. Daar gaat het naartoe. Elouadi draaien en trappen. Wat een mooie goal. Nee, het is er geen. Binnenkant paal. Togi als aangever. Hele mooie dieptepaas. En dan Elouadi. Binnenkant paal. Prima weggedraaid van. Want Euvraar haalt het van Zwart Beest Lommel. Dat twee keer op voorsprong kwam vanavond. Maar het is wel.